werkbegeleider is verantwoordelijk voor alles wat er op locatie gebeurt. Dus wij moeten zorgen dat er nieuwe vrijwilligers gezocht worden, dat er goede vrijwilligers geselecteerd worden. We leiden de vrijwilligers op in gesprekstechnieken, dat ze goed kunnen luisteren naar kinderen, goede vragen kunnen stellen. En eigenlijk zijn we als werkbegeleider verantwoordelijk voor alles wat er zo'n beetje gebeurt op locatie. Ik sta hier bij Rob Noordink. Jij gaat straks het stokje overnemen van jouw collega Marion Zwierink. Wat denk jij anders te gaan doen dan dat zij tot nu toe gedaan heeft? Ah, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik sowieso haar prachtige werk ga doorzetten. Je hebt net gezien dat zij gaat nu met pensioen. Dus ik denk dat ik vooral een nieuwe frisse blik ga meebrengen. En dat denk ik vooral, ja. En dan vraag dat er ook een jongen hun begeleidt? Ja, zeker. Komt regelmatig voor. Het is natuurlijk voor een jongen makkelijker om dingen die over bijvoorbeeld hun eigen lichaam gaan te bespreken met een jongen. En ik snap dat ook voor hun zeker, ja. En ja, dat vind je wel prettig om dat soort vragen dan ook te beantwoorden? Ja, zeker. Want ik kan ook vanuit mijn eigen perspectief die jongens goed begrijpen dat hun daarmee zitten. En het is alleen maar mooi dat ik hem dan ook kan oplossen. Ja. Vragen kinderen zoal aan je? Want dat vind ik dan altijd zo interessant. Wat vragen ze? Waar komen ze mee? Oh, dat is heel divers. Echt om pizza te bestellen bijvoorbeeld. Maar ook hele zware problemen als zelfmoord of zelfbeschadiging. Eetpatronen, eetziektes, zo soort dingen allemaal. En als het echt hele moeilijke dingen zijn, naar wie verwijs jij ze dan? Want dat lijkt me heel moeilijk om op te lossen. Ja, sommige dingen zijn ook inderdaad niet meteen op te lossen. En dat mag je ook best een kind doorgeven. Van, ik kan het nu niet meteen voor je oplossen. Maar je kan ermee in gesprek gaan met zo'n kind. En je kan bijvoorbeeld veilig thuis hebben we connectie mee. Daar werken wij nou mee samen. Dan kunnen we ze doorverwijzen. En zo is nog andere organisaties zijn er. Ja, vrijwilligers zijn echt heel hard nodig, want de bezetting dat verschilt nog wel eens. Aangezien de kindertelefoondiensten draait zowel 's ochtends als in de middag als in de avonduren. En kinderen hebben gewoon de hele dag door wel vragen. Hè. Ze maken iets mee op school, thuis of ze dromen over iets en ze hebben een vraag. En dan is het gewoon heel belangrijk dat de vrijwilligers klaarstaan die hun hierbij verder kunnen helpen. Wat de kracht is van de kindertelefoon is dat vrijwilligers vanuit hun hart luisteren naar kinderen en vanuit hun hart op een gelijkwaardige manier contact maken met kinderen en ze zo proberen te helpen waar nodig is.